Geschied- en oudheidkundige kring Venray organiseerde in het Odeon een lezing over de geschiedenis van de Duitse militaire begraafplaats in IJsselstein. De lezing werd gegeven door de in Oudekerk in Zeeland wonende Hans Sappers. Deze deed onderzoek naar de geschiedenis van deze begraafplaats. Hierbij werd duidelijk dat deze begraafplaats in verre van normaal verschijnsel is. Ik heb onderzoek gedaan in Duitse en Nederlandse archieven om de geschiedenis van die begraafplaats helder te krijgen. Het gaat niet om de mensen die er begraven liggen, maar gewoon om de begraafplaats zelf. Wat is de geschiedenis van die begraafplaats? Daar ligt onze gehate Duitsers, de vijand van toen. We praten dan over toen. En de begraafplaats die daar neergezet is, was eigenlijk een tijdelijke begraafplaats. Men hoopte toch dat deze mensen uiteindelijk overgebracht zouden worden naar Duitsland, al die stoffelijke resten, en dat daar de grote begraafplaats aangelegd werd. Nederland wilde eigenlijk geen Duitse soldaten op eigen bodem begraven hebben. In Venray zie je eigenlijk heel iets anders. Die Duitsers die komen al, voordat het opengesteld is, komen de Duitsers al. En dan zien ze dat Duitsland, de Duitser, een slachtoffer is van de oorlog. Dat is eigenlijk een van de weinige gebieden in Nederland waar dat zo ervaren wordt. Ze zien die moeders met die kinderen, die weduwe. Je ziet die ouders, die moeders die huilend bij het graf van hun kind staan. En dan zie je dat die eigenlijk al een soort verzoening optreedt in Venray, gemeente Venray, voor Nederland nog vreemd is. En eigenlijk zie je dan al dat er een cultuur ontstaat die eigenlijk de hele geschiedenis door is gegaan. Want dan zie je dat ook die Verschöning über die Gräber, dat programma van de Volksbund, dat er jongeren vanaf 1963 jongeren naar IJsselstein komen. En dan zie je eigenlijk van IJsselstein uit weer een actie. Er komt een comité IJsselstein-Bonbroek, een uitwisseling. Dan gaan ze het ene jaar gaan de mensen van IJsselstein naar Bonbroek en het andere jaar komen ze terug. En je ziet eigenlijk die verboedering ontstaat dan heel snel. En dat is niet een verboedering met de mensen die daar begraven liggen. Want dat zie je bijvoorbeeld bij Margraten. Daar adopteren ze de graaf van de Amerikaanse soldaten. Dat gebeurt hier niet. Die verboedering is eigenlijk meer met de naoorlogse generatie. Of met de generatie die verliezen hebben geleden waar hun dierbaren van op de begraafplaats liggen. Waarom is dat kerkhof in IJsselstein opgericht worden? Het is zo dat ze hebben gezocht. In Venray viel heel snel in de picture. En ze zochten geschikte grond die niks waard was. Dus geen cultuurgrond, dat mocht niet. En dan aan de Paardenkop bij IJsselstein, dat was onontgonnen peilgebied. En dat kostte de Nederlandse staat niks. Achteraf heeft het heel veel gekost. Want ook voor begraafplaats was het ongeschikt. Dus er moesten heel veel werkzaamheden verricht worden in de loop der jaren om het uiteindelijk geschikt te maken voor begraafplaats. Dus het is misschien van goedkoop naar duurkoop gegaan, maar dat is de reden waarom het ministerie van Oorlog heeft beslist dat hij daar zou komen. De gemeenteraad van Venray heeft daar eigenlijk niks in te vertellen gehad, omdat het een tijdelijke begraafplaats zou worden. In 1949 bleek dat het definitief werd. Toen is er bij gemeenteraad besloten dat de grond waarop de begraafplaats lag verkocht werd aan de Nederlandse staat, want het was grondgebied van gemeente Venray. En dan wordt het echt definitief. Maar vanuit IJsselstein en Venray is eigenlijk nooit kritiek geweest op de aanwezigheid van de begraafplaats. Niet gevonden in archieven. Okay. Wat IJsselstein zo verschrikkelijk bijzonder maakt, eigenlijk in heel de wereld, is dat het is een Nederlandse militaire begraafplaats, aangelegd door de Nederlanders. Er zijn Duitsers begraven, maar het hele concept komt van Nederland. Nederland heeft zich laten beïnvloeden door de Amerikanen. De hele begraafplaats is op Amerikaanse wijze opgebouwd. Het is echt heel apart. En Nederland was heel erg sober dan op. Er mocht geen enkele heldenverering, niks plaatsvinden. En wat zie je? Ze bouwen in de eind jaren 50 twee witte gebouwtjes aan de toegang van de begraafplaats. En dat geheel, dat pad hebt en dan die twee gebouwtjes. En dan loop je door en dan sta je daar poort en dan zie je een oceaan van kruisen. Nou, die soberheid, die tref je nergens in de wereld aan. Dat is een compositie die uniek is. En ik denk dat dat juist iets heel bijzonders is voor IJsselstein. IJsselstein vertelt niet alleen het verhaal van de Duitse soldaten, maar vertelt heel veel het verhaal in de verwerking van de Tweede Wereldoorlog van Nederland ten opzichte van Duitsland en de samenwerking die ze aan moesten gaan met de Duitsers. Je bent bezig met een boek over de Duitse militaire begraafplaats. Wanneer kunnen we dat boek verwachten en wat wordt de titel? Het boek is te verwachten in de loop van volgend jaar. Precies kan ik het niet zeggen, want ik wil me ook niet haasten. Ik wil het onderwerp
zorgvuldig afronden. En de titel wordt, de Duitse militairen begraven als op IJsselstein. Dat is de titel, dat iedereen precies weet waar het om gaat.